In de vorige aflevering kwamen we 3 nieuwe spookies tegen. Die zitten allemaal in de stofzuiger. En vandaag hebben we een zwemfeestje. Oké, Luigi, ik heb de afbeelding die onze vriend Toad bij zich had gedecodeerd. En we gaan even kijken wat er aan de hand is. Oh, what? De boer heeft een houten sleutel en er zijn ook allemaal roze spookies daar. Ja, die hebben echt wel een mooi zwembadfeestje daar. We moeten deze afbeelding van dichtbij bekijken. Dat is Mario. That's your brother. Oh, ik moet dit even allemaal gaan bekijken. Het dakzwembad lijkt een ontmoetingsplek voor de boers te zijn. Als ze samen zijn, versterken ze elkaar. Dit zijn inderdaad ook nieuwe spookies. Kijk, daar is nog een boer. Die spoken verbergen de sleutel voor ons, omdat ze niet willen dat wij de boomtoppen bereiken. Omdat daar een fragment van de donkere maan is. Let's go! Dan gaan we juist die sleutel pakken. Oké, even kijken waar ik naartoe moet. Helemaal naar de vierde. Ja, het is het dakzwembad, hè? Dus even kijken waar ik de trap moet pakken. Trouwens, als je deze serie vet vindt, dan weet je wat je moet doen, hè? Dan moet je even op het duimpje klikken. En abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En ondertussen word ik gewoon opgegeten door deze job. Okay, anyway, we moeten zo ver mogelijk omhoog. Dit is alvast 1 etage omhoog. Oh, zie je wat gaande? Wat is dit? Hier groeit wat. Kan ik hier iets mee? Oh, wat? Wat was jouw probleem, joh? Kan hier nog niet echt iets mee, denk ik. Ik ga gewoon door. Let's go. Hallo? Oh, snap. Er begint opeens van alles en nog wat te groeien hier in dit huis. Het regent een beetje te veel, denk ik. Hier, nog één. Deze deur kunnen we niet doorheen. Hé, maar ik heb wel een gem gevonden. Oké, dan gaan we weer terug. Hier is sowieso wat mee. Ik moet dit ding laten groeien. Hoe ga ik dit laten groeien? Oké, kijk. Hier is zo'n meter. Kijk, nu is het water... Komt door die buizen. Oh, kijk. Dan hebben we nu die emmer nodig. Waar is die emmer? Hallo, emmer. Misschien als ik weer even naar buiten en naar binnen ga. Oh, kijk, ja, de emmer die is weer teruggeplaatst. Oké, dan kan ik hier water pakken. En dan nu zo water hier overheen gooien. Ja, kijk. Nice. Oh, heel het dak ook kapot, joh. Oké, dan kunnen we daar nu in, denk ik. Ja, kijk, nice. Dat is gewoon een trappetje voor ons. Wow, wat is... Oh my god, dit is een enge poppenkamer, gek. Wow, dit doet me aan Squid Game denken. Wat een freaky ding. Moet ik... Die dingetjes allemaal laten spelen. Maar hoe moet ik weten welke? Wow, yo. Jij bent eng, hè? Oh, kijk. Hoe langer ik rondjes om de heen loop, hoe hoger de hoofd komt. En dan gaat de hoofd straks eruit. Ja. Oké, dit was wel grappig. Oké, maar deze allemaal tegelijk. Ik denk dat we hier een bepaalde volgorde voor nodig hebben. Wat een enge kamer is dit, joh. Hier brandt trouwens een lichtje, hè? Zie je dat? Kan ik erin kijken? Wat? Nu kijk ik naar mezelf. In de blauwe muziekdoos zit een spook. Oké, die moeten we eruit zien te krijgen. Misschien als we dan deze laten spelen... En dan... Ja. Kijk, kom hier. Kom hier, jij. Oh, er zitten er meer dan één. Kom hier. Nog meer. Ja, lekker. Hoeveel zitten erin dan? Hier komen we allemaal. Nog één. Kom hier. Wow, yo, er zit echt kapot veel in. Hier. Nog één. Jemig. Oké. Dat was het, denk ik. Het is nu licht in deze kamer. Oké, maar wat als ik nu nog een keer aan deze draai? Oké, niks. Dan krijgen we een klap op onze kop als we ervoor blijven staan. Anyway, het is nu rustig hier. En we kunnen denk ik wel door naar de volgende kamer. Hier zit ook al zo'n puinhoop opeens, joh. Het is hier allemaal gebeurd, joh, in de keuken. Het is volledig overwoekerd door allemaal planten. We gaan hier naartoe. Dan gaan we even aan deze knop trekken. Wat ze flats. Trappetje gemaakt. Kunnen we verder naar boven? We komen steeds dichter in de buurt. Hier zijn we sowieso ook echt nog nooit geweest. Wat gaan we hier zien als we hier doorheen kijken? Oh, wat is de kussengevecht aan doen? Let's go! En doen alsof hij slaapt, hè? Ja. En dan krijgt hij andere klap op zijn kop. Yeah. Hier nog een kistje met hartjes. Oh, dit beloof ik. Als daar 3 hartjes uitkomen, ben ik heel benieuwd. Wat gaan we hier doen? Zou hier ergens een deur of zo zitten? Nee. Dan gaan we gewoon verder. Dan moeten we dit ding laten bewegen, denk ik. Oh, kijk, die muur. Er gebeurt iets mee. Oh, die muur gaat helemaal naar achter, joh. En met daar lagen net die spooken in, hè? Ja, ik bedoel maar. Een kussengevecht. Oh shit, er is er één achter het bed gevallen. Die andere gaat onder het bed. Oké. Jullie gaan stoer doen tegen mij? Ik ga deze lakens van het bed trekken. 1 voor 1. 1 voor 1 komen jullie hier. Wat ziek idee. Kom maar. Lekker. Wow. Wat gebeurt er? De bedden zijn verwisseld. Ja, daar is spook nummer 2. Hier komen. Oké, er is nog 1 spook nu. Dan moeten we waarschijnlijk kijken waar die in zit. Hij zit nu in de linker. Die gaat nu naar het midden, gaat naar rechts. Ja, dat is deze. Dat is deze. Hallo. Ik vind het wel een beetje sneu, want ze waren gewoon hartstikke leuk kussengevecht aan het doen. En nu hebben ze allemaal in de stofzuiger gestopt. Ik vind het wel sneu. Ze waren gewoon aan het spelen. Oké, maar we moeten door deze deur. De sleutel gaat in het slotje. Waar komen we uit? Oké, we zien hier wat spinnen. We zien hier iets voor het raam hangen. De deur hierboven, die kunnen we dus niet in zo te zien. Daar hebben we dus een sleutel voor nodig. Oh, kijk naar uit, Luigi. Kijk naar uit. Er komen al die spinnen vandaan, joh. Oké, maar we kunnen wel hier naartoe als het goed is. Dan krijgen we een of andere maffe brug. Kraaiennestenbrug. Oké, dit is wel vervelend. Al die crows. Kom maar. Hop. Hier zitten er nog meer.
Hop, komt u maar. Oh, wacht. Oh, oh, hier. Ja. Deze gaan we eventjes wegtrekken. Ik loop voor met die stofzuiger voor me uit, hoor. Voor al die gekke kraaien. Hier hebben we weer zo'n ding. Zo'n liaan. Zeggen we ook maar weer op. Oké, gaan we hier naar binnen. Chill. En dan de wintertuin. Oh, hier was iemand eerst piano aan het spelen. Hier kunnen we misschien wel naar boven. Als we zo... Kijk. Ja. Ja, ja, ja. Kijk, nice. Kunnen we hier naartoe? Of hier naartoe? Ik ga eerst even hier naartoe. Ik heb het gevoel dat hier een geheime deur zit. Kijk, ja, inderdaad. Hier komen we met die bolletjes. Nog één. Yes. Trouwens, kan ik dat ook daar, dat dit pakken? Die kaars? Nee? Okay, laat ik eerst even hier naar binnen gaan. Oh, wat is dit? We moeten rode munten verzamelen. Okay, dan moeten we heel snel een rondje rennen, jongens. Dan gaan we hier naartoe. Zo. Tap, tap, tap. En terug. Ja, en dan hier naar boven. Let's go, Luigi. Luigi, snelle Luigi. Super fast Luigi. Wat zit er in die kist dan? Wat is dit voor een speciaal kistje? Oh, er zit ook een amuletje in. Hatse flats. En bedankt, hé. En bedankt. Oké, we worden weer teruggezet. Dan hebben we hier een gouden ballon. Oh, kijk, dan kunnen we muntjes pakken als we dat zouden willen. Oh, niet alleen als we zouden willen. Ik denk dat we misschien wel een beloning krijgen als we ze allemaal hebben, of niet? Hebben we dat? Ja, dan hebben we een beloning. En nog een kist. Zo, met ultra monies. Dat hebben we ook weer gepakt. En dan gaan we nu wel echt hier naartoe. Let's go, luig. Oh ja, kijk, hier kunnen we een sleutel fixen. Maar is dit dan de sleutel die we ook echt moeten hebben? Nee, dit is niet de houten sleutel. Dit is gewoon een gouden sleutel. Maar van waar is die? Oh, wacht, die is van beneden natuurlijk. Ja, ja, ja. Daar zat nog een deur waar we net niet doorheen konden namelijk. Die ballon duwt me gewoon naar beneden. Wat is dit? Ik stond te wachten op een nieuwe ballon. Dan gaan we weer over de kraaienbrug. Ren de luig. Let's go. Kan ik hier naar binnen kijken? Wow, weer zo'n grote bullebak. De westelijke badkamer. Is die in de spiegel aan het kijken? Oh, hij is aan het kijken of hij er nog goed uitziet vandaag. Ja, ik vind voor wel hoor. Ik kan ook gewoon weggaan. Dan ga je in ieder geval niet in mijn stofzuiger. Als je nu gewoon begint te chillen. Oké, sleutel in het slot. En door. Okay, nu zijn we dus in die badkamer. Zie je achter mij? Huh? Huh? Voor mij? Waar? Ja, zie je wel. Nou, wel achter mij. Ik was gewoon alleen te snel. Gasten. Gasten, kom eens even hier. Kom eens even hier. En snel. Hallo. Auw, stop daarmee. Eerst je zonnebril van je kop. Hier komen. En dan kom jij hier. Een beetje stoer doen tegen mij. Doe jij nou een beetje stoer tegen mij? Ik lust op zich wel wat hartjes, maar even kijken. Ja, wow, 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 wat is dit? Wat is dit voor slijmbeest? Ga eruit. Wow, yo. Oh, mini slimes. Wat was dat, joh? Ik werd opeens een roze Luigi. What the heck. Hey, botje erbij. Dat is altijd lekker. Ik weet niet of we een boss fight hebben of zo. Oké, anyways. Wat is dit? Oh, kijk naar uit. Kijk naar uit. Oh, nee, dit had je niet moeten doen, luig. Dit had je niet moeten doen. Of misschien wel. Zo komen we in ieder geval op het dakzwembad. Dit is waar we moeten zijn, jongens. En nu? Kijk hier, de duikplank. Ah! Oké, hier waren dus boos en heel veel spoken. Wat zou er gebeuren als ik aan deze liaan trek? Zouden ze dan tevoorschijn komen? Zouden ze dan boos worden? Nog niet. Die boos kunnen we op deze manier opsporen, hè? Oh, kijk. Kijk, kijk, kijk. Hier kunnen we in ieder geval een kikkerbeeld laten verschijnen. En wat er dan gebeurt, dat weet ik nog niet. Hé, daar is de sleutel. Oei! Yeah, let's get it. Maar ik zou wel oppassen, want hier waren echt kapot veel spokenluig. Kijk, 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 ze komen al door het water. Ah, ze zijn overal. No. Ah, daar gaat er een van de duikplank. Ga ze pakken, luig. Ga uit het water. Ah, nee, er staat er een naast je. Maat. Maat! Nee, hij heeft de sleutel. Daar hebben we zo hard voor moeten vechten. Oké, daar is die. Kijk, kijk, kijk. Hier is die. Pak hem. Pak hem. Lekker. Ja. Nice. Dat is één. Daar is nummer twee. Zo, er zijn er heel veel trouwens. Er zijn er niet alleen maar twee. Er zijn er knijterveel. Ik kan niet zo hard rennen hier door het water. Pak hem. Oh, nee, nee, nee. Oké, waar is die? Daar. Let's go. Ja, lekker Luigi. Je bent lekker bezig, maat. Je bent lekker bezig, maat. Je bent on fire, gek. Hoppa, dat waren ze. Maar die boos, hè. Hier waren ook boos. Waar zijn die gebleven? Anyway, zorg dat je hem nou niet kwijtraakt, hè, Luigi. Voor de tweede keer. Oh my god. Daar is Polterpup. Die pakt nu de sleutel. Nee, maat. Het is geen bot. Nee, 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 nee. Het is een sleutel. Kijk nou uit dat je hem niet kapot maakt ook. Die hebben wij nodig. No. Oh my gosh. Ja, die gaat door dat raam. Ja, dat dacht ik al. Ja, lekker bezig. Jongen, jongen. Hebben we eindelijk die sleutel? Kunnen we er weer achteraan? Krijgen we nu zeker ook nog op onze kop van Quibus. Waar kwam die spookachtige hond vandaan? Hij was ook weer meteen verdwenen. Wat een stiekem het. Ik hou je niet terug. Wat is er? Wat gebeurt er? Wat doe je? Waarom? Hè? Huh?
Oké. We moeten die sleutel pakken en we moeten die hond vinden. Maar de hond is spoorloos. Hoe vang je een spookhond met hondensnoepjes? Ja, we hebben best wel wat nieuwe spookjes gevonden nu trouwens. Kijk, een nieuw juweel, nog een nieuw juweel, nog een nieuw juweel. Dit was lekker. Een gekke slijmspook, een gekke roze spook en monnies. Kijk, nu krijgen we upgrade. Oh, we kunnen nu langer de UV-lampen gebruiken waarschijnlijk. Ja, oké. In de volgende aflevering moeten we de brutale blaffer gaan zoeken. Dus doe een duimpje omhoog, abonneer als je dat wil zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende weer. Mazzel!